Hallo, ik ga je iets vertellen over het ITCZ. Het ITCZ, kort gezegd, is dat het gebied met de laagste druk rondom de evenaar. En hoe dat die ITCZ precies ontstaat, dat ga ik je nu vertellen. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Ik heb hier op het bord de kaart van de wereld met daarop een heleboel kleuren. Die kleuren, dat geeft aan hoeveel neerslag er valt en dat kun je hier onderin zien. Geel is minder dan 25 mm per maand. Rood tussen de 25 en de 50. Groen tussen de 50 en de 150 mm. En blauw boven de 150 mm regen per maand. Nou, zoals je kunt zien zijn de gebieden rondom de evenaar, Zuid-Amerika, het zuiden van Afrika en Indonesië en het noorden van Australië, daar zijn op dit moment de grootste gebieden met de meeste neerslag. Nou, dat die gebieden die zich daar bevinden, dat is eigenlijk helemaal niet gek. Dat is namelijk de plek waar de ITCZ zich bevindt. De ITCZ, dat is deze lijn hier. Oftewel het gebied met de laagste druk rondom de evenaar. En hoe dat hier precies ontstaat, dat ga ik je nu even kort laten zien. Lage druk, dat heb je al geleerd, dat ontstaat doordat de zon op de aarde schijnt. Ik heb hier even een tekening gemaakt. We hebben hier de aarde met daarin in het zwart doorgetrokken streep. Dat is de aardas daaromheen draait. Dat zie je door middel van dit rondgedraaide pijltje. In het midden heb ik een stippellijntje getekend. Dat is de evenaar. In het rood zien we hier de zonnestralen staan. De zonnestralen komen altijd parallel aan elkaar op de aarde. Je ziet dat op dit moment de aarde staat op dit moment recht ten opzichte van de zonnestralen. Dus op dit moment wordt de evenaar het meest verwarmd. Daar is de meeste instraling, dus daar hebben we de meeste verwarming. Nou, als lucht warm wordt, dan stijgt het op. Dat zien we hier. Hier hebben we de evenaar, de 0 graden, en je ziet hier met die pijltjes, zie je dat daar de lucht opstijgt. Doordat er daar dus zoveel instraling is. We gaan weer even terug naar de andere kant. Normale situatie. Dus de evenaar wordt het meest verwarmd. In dit geval, dit seizoen wat we hier hebben, is de lente en dat is de herfst. Want in de lente en de herfst staat de zon ten opzichte van de zonnestralen recht. Dan hebben we nog twee andere seizoenen. En het eerste seizoen wat ik voor jullie heb is de zomer. Die zien we hier. In de zomer is de zon, of de aarde, sorry, de aarde ten opzichte van de zon een beetje gekanteld. Namelijk onder een hoek van 22,5 graden. Dat betekent dat de zonnestralen die hier vandaan komen niet meer vooral op de evenaar vallen, maar op het deel daar ten noorden van. Omdat de zon of de aarde nog steeds zo ronddraait, wordt het gebied met de blauwe streepjes hier het meest verwarmd. Dat betekent dat wij hier de stijgende lucht hebben en dus ook de meeste neerslag. Nou, hetzelfde geldt voor de winter. In de winter is de aarde ook weer ten opzichte van de zon gedraaid, vanaf de zonnestralen, maar dan precies de andere kant op. Dat betekent dat nu het zuidelijke deel van de aarde meer verwarmd wordt dan het noordelijke. Dat is ook meteen de reden waarom het winter is, hè? Wij noemen het winter omdat het bij ons koud is en dat komt omdat er hier minder zonnestralen op aarde vallen. Dus dit gebied wordt het meest verwarmd en dit is dan ook het gebied met de meeste verdamping en dus de meeste neerslag. Nou, dit kunnen we hier weer zien. Als ik namelijk deze kaart er maar even bij pak, dan zie je, als je goed kijkt, hier onderin, bij deze tijdlijn, de maanden staan. Januari tot en met december. We zitten nu met een streepje in januari. De situatie op het bord geeft dus de situatie in januari aan. Nou, in januari, je ziet het hier als je heel goed kijkt, zie je dat hier de plek met de meeste verdamping net ten zuiden van de evenaar ligt. Nou, dat klopt, want dat hebben we net ook gezien op de tekeningen net aan de rechterkant. Je zult zien dat op het moment dat ik de tijdlijn vooruit ga draaien, dus we gaan door het jaar heen, dat dan deze lijn gaat bewegen. Namelijk naar het noorden toe, want het noorden wordt op dat moment meer verwarmd dan het zuiden.
Dus we zitten nu hier onderin bij de winterse situatie. Hier vandaan gaan wij een kwart jaar verder richting de lente. Vervolgens gaan we weer een kwart jaar verder naar de zomer. Waarna we weer doorgaan naar de situatie in de herfst. En als laatste komen we weer uit bij de situatie in de winter. Dit ga ik jullie laten zien. Ik ga hem door middel van deze knopjes langzaam vooruit spoelen, zodat we een beetje bij kunnen houden wat er gebeurt. Je ziet de lijn al verschuiven. Hij is hier bij Indonesië al een stuk verder naar het noorden. Je kunt nu ook zien dat het noorden van Australië veel droger wordt. We zitten ondertussen een maand verder in februari. We gaan nog een beetje door. Australië is op dit moment bijna niet meer blauw. En je ziet ook aan de andere kant dat Zuid-Amerika, het blauwe stuk wat er eerst was, dat is nu gehalveerd. Daarbij kun je ook nog eens zien dat hier nu zo'n beetje op de evenaar ligt. Nou, dit gaat nog een tijdje zo door. Ik ga hem nu even helemaal aanzetten en dan kun je goed zien wat er gebeurt met die lijn. Je ziet dat hij met name daar bij Azië, dat hij daar heel hard verschuift. Van het zuiden naar het noorden. Ik ga het nog een keer laten zien. Dan gaat hij weer naar het noorden. En we gaan weer terug richting het zuiden. Dat komt dus doordat de aarde ten opzichte van de zon draait. En omdat die draait en dus ook de hoek telkens een klein beetje anders wordt, verschuift dat plek, die zone met lage druk over het aardoppervlak. Waardoor we dus in het ene seizoen meer neerslag hebben op het zuidelijk halfrond. En de andere seizoenen meer neerslag op het noordelijk halfrond. Dit is hoe de ITCZ in elkaar zit. En met name in Brazilië, waar het in het boek over gaat, heeft dat behoorlijk wat invloed. Als je namelijk naar het tropisch regenwoud gaat kijken in het noorden van Brazilië, dan zie je dat het daar eigenlijk altijd wel neerslag is. Nou, dat zagen we hier ook bij de ITCZ. Dit plekje hier zo was eigenlijk altijd nat. Maar gingen we naar het zuiden kijken, het zuidelijke deel van Brazilië, dan zagen we dat in de winter, dus op het moment dat het zuidelijke halfrond meer verwarmd wordt, dat er in het zuiden van Brazilië ook meer neerslag valt. En dat we in de zomer, als de zon precies aan de andere kant staat, dat dan het noordelijk deel meer verwarmd wordt en er in het zuiden veel minder neerslag valt. Dit is ook meteen de reden waarom er in het noorden van Brazilië een tropisch regenwoudklimaat is, namelijk altijd warm en altijd vochtig. En in het zuiden van Brazilië een savanneklimaat, namelijk altijd warm en maar een deel van het jaar vochtig. Om dat nog eventjes duidelijk te maken, ga ik het nog een keer aanzetten. We gaan dus van januari, daar gaat hij, daar zie je het heel goed. Het zuiden van Brazilië is op dit moment heel droog. Totdat we weer richting de winter gaan en dan wordt hij juist weer nat. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Als je nou denkt, ik snap het nog steeds niet, dan moet je nog maar even op zoek gaan naar andere filmpjes. Joep!